Hey allemaal en welkom bij jullie wekelijkse update over de Red Engineers Challenge. Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar bij de kick-off zagen. Zijn jullie ondertussen al wel flink aan het ontwerpen gegaan? We hebben al een kijkje genomen op jullie school. Moet je zien. Nou, daar zijn we dan. Bij OBS Glanenbrug Zuid. Maar Glanenbrug had toch gewonnen vorig jaar? Dat is inderdaad waar, ja. De school heeft vorig jaar gewonnen. Ik ben benieuwd. Hoe ver ze zijn en of ze nu ook echt gaan winnen. Ja, inderdaad. Laten we naar binnen gaan om dat eens te bekijken. Wat zijn jullie hier aan het testen op de gang? We testen hier hoe zwaar de auto is en hoe ver die gaat. Volgens mij schijnt het dat als je hoe lichter die is, hoe sneller die dan kan gaan. Want hoeft hij niet zoveel mee te dragen. Benjamin, jij was het snelst, hoor ik net. Ja, maar het verst. 7,64 meter. Ik heb gewoon een beetje kleine dingetjes gebruikt om hem zo licht mogelijk te houden. Waarom denk je dat jullie gaan winnen? Omdat we wel heel goed bezig zijn met elkaar en we hebben nog nooit ruzie gehad. We proberen het wel om eerst te worden. Ik ben hier op de UT waar leerlingen van de Kingschool uit Denenkamp alles gaan leren over techniek. Dus niet alleen maar alles over zonne-energie, maar over het ontwikkelen van bijvoorbeeld een auto met piepschuim. We zijn een auto aan het ontwerpen en die moeten we dan zo meteen in het schuim namaken. Oké, en heb je al een beetje idee hoe je straks met Lego de auto gaat maken? Zo plat mogelijk, zodat die zo weinig mogelijk weerstand heeft. En hoe vind je het om hier zo te zijn op de UT vandaag? Ja, heel groot, maar wel heel gaaf om te zien. En vind je techniek leuk? Ja, ik vind het wel interessant om naar te kijken. En ook zoals met de auto, dat, om erover na te denken hoe die dan sneller gaat. Wat voor team wil je graag? Dat wel creatief wordt dat de auto en ook omdat het om originaliteit gaat. Nou, het is een hele creatieve klas. Heel origineel en heel veel dingetjes. En ook wel heel gemotiveerd om dingen zelf op te pakken. Maar techniek is toch wel heel belangrijk. En ook om alle kinderen in aanraking te laten komen met de techniek. Omdat ik toch vind dat eigenlijk alle kinderen aan dit project deel mogen nemen. En het niet moet zijn dat alleen maar de plusleerlingen zoiets mogen. Maar dit is een kans die alle kinderen mogen krijgen. Zo, dat zag er in ieder geval erg gezellig uit. Hey, op de kick-off kwam ik ook nog een boekje tegen. Die heb ik gelijk maar even meegenomen en doorgebladerd. Ja, ik ga maar eens even bellen met Marije, want ik kom er eerlijk gezegd niet echt uit. Hey Marije, hey, nog bedankt voor de boemerang. Ik ga hem straks maar eens testen. Hey, die Red Engineers Challenge, hè, die wordt nog best lastig allemaal. Ik moet me ook aan regels houden voor de grootte van de auto en van de zonnecel en zo. Hoe zit dat eigenlijk bij jullie race? Zijn er bij jullie ook regels wat wel en niet mag? Hey Niels! Oh, supergoed om te horen dat je de boemerang hebt ontvangen. En dat hij niet weer is teruggekomen, wat natuurlijk normaal is bij zo'n ding. Maar ja, antwoord op je vraag. Ook bij ons zijn er best wel wat regeltjes waar de zonneauto aan moet voldoen. En ja, daar moeten we ons streng aan houden, want anders komen we de keuring niet door. En dan kunnen we die race wel vergeten. Laat ik het anders even vragen wat een paar regels zijn. Ja, een van de regels waar de zonneauto aan moet doen is dat hij maximaal 6 vierkante meter zonnecellen mag hebben. Een andere regel is dat we op 4 wielen moeten rijden. Vroeger mochten we nog wel eens op 3 wielen rijden, maar nu moet het op met 4. En voor de rest mogen we hem daarna 's avonds ook niet aan de stroom hangen. Dus moeten we alle energie die we gebruiken om de race te rijden, moeten we uit de zon halen. En ik maar denken dat mijn challenge lastig is. Nou ja, tot volgende week maar weer, hè? Hey, nee, Niels, wacht nog heel even. Wij hebben namelijk de enige echte Solar Team kleurplaat. En wie weet, win je dan fantastische prijzen. Zoals de boemerang die Niels ook heeft ontvangen. Of een klein schuimmodel van onze zonneauto. Nou, dat was het wel weer voor deze keer. Dus tot de volgende keer maar weer. Doeg! Wauw, cool. Nog meer vette prijzen. Nou, dus pak allemaal gauw je viltstiften, potloden en spuitbussen. En inkleuren maar. Check ook even de Facebookpagina van de Red Engineers Challenge voor meer informatie. Dan is het nu alweer tijd voor die rare Tijmen met zijn verhaal. Hey Tijmen, moet je kijken wat ik heb gekregen van mijn geheime contact. Een boemerang. Daar had je het toch over in die eerste aflevering? Hier, vangen. Ah, kun je niet uitkijken? Weet je hoe lang ik hiermee bezig ben geweest? Moet ik helemaal opnieuw beginnen met de bouw van de Uluru? Midden in Australië staat de enorme rode berg. Ayers Rock of Uluru, zoals die tegenwoordig heet. Door de steeds verschillende invalshoek van het licht lijkt de rots van kleur te veranderen, van geel tot donkerbruin. Voor de Aboriginals is de Uluru een soort bijbel.
Er zijn allerlei belangrijke gebeurtenissen uit de Droomtijd vanaf te lezen. De Droomtijd bevat mythologische verhalen van de Aboriginals over het verre verleden en het landschap van Australië. Zo zijn verschillende scheuren in deze rots volgens hun overblijfselen van een groot gevecht tussen twee magische wegens. Zoals je begrijpt is de berg dus heel belangrijk en zelfs heilig. Je mag er niet op klimmen. En al helemaal geen boemerangen doorheen gooien, zodat ik opnieuw kan beginnen met de opbouw van de Uluru. Nou, ik ga nog even verder. Tot volgende week! Nou, dat was alweer genoeg info om mee aan de slag te gaan. Hey, vergeet niet die Facebookpagina te checken, hè, voor meer info over prijsvragen en andere leuke weetjes. Dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!